Hi, ik ben Wil. Het weer is goed. En mooie vliegtuigen. Nou, eens kijken wat er binnenkomt. Het begon eigenlijk zo dat ik ging spotten en Gerda die lag lekker in de zon. Ik ging alleen met mooi weer mee. En mooi weer spotten. Nou ja, goed, totdat ze het dus een jaar of zes geleden zelf het licht zag, zeg maar. Ja, in het begin zwaaide ik naar de piloten en af en toe ging dan zo'n raampje open en kwam er zo'n arm naar buiten. Nou, dan kon hij mooie foto's maken. Tot we een keer met z'n allen naar Frankfurt gingen en dat ik zei van ja, maar dan wil ik ook een eigen camera. Dus dan hebben we een camera geleend van een vriend. En nou, dat is zo goed bevallen dat ik in no time dezelfde uitrusting heb. Nou, mijn schoonzoon die het ook helemaal geweldig vindt, die ja. Laatst dezelfde camera heeft gekocht als wij hebben. Ja, die hebben we één keer meegenomen en die is die helemaal... Die was meteen helemaal op. En onze kleinzoon. Ja. En die is al zover, die is net vorige week 3 geworden, maar als hij een vliegtuig gewoon ziet, opa, vliegtuig. En ja, die gaat van het zomer wel weer mee en willen we een eigen cameraatje voor hem kopen en dan mag hij zijn eigen foto's maken. De baan is dicht, hij gaat dicht, er komt er nog één aan. Maar als ik hem hier bekijk, dan is er buiten veld dicht en is het nou de Aalsmeerbaan geworden. Is het daar? Dus we moeten de andere kant op. We gaan zo in de auto naar de overkant. Nou ja, kijk, deze foto's, daar ben ik natuurlijk wel heel erg trots op. Dat is het begin van het jaar, begin vorig jaar geweest, Antonov. Die hier vertrok. En die foto die hebben ze dus gebruikt voor een transportmagazine. Echt heel mooi. En zo'n koude dag toen. Oh. Min 12? Ja. Als er wat moois komt, wat de moeite waard is, dan zijn we er.